Ja, wat zou ik zeggen? Ik wil het graag, hoop ik nog een paar jaar het spelletje vol kunnen houden zo. Ik ben Walter van der Meulen, woonachtig in Seriaansland. Ik heb reeds 40 jaar duiven, waarvan 25 jaar actief dat ik waar mee bezig ben. En ik ben nu zo'n beetje 20 jaar bezig op de marathon, de CQ, de middaglossingvluchten. En dat doe ik voornamelijk met duiven op nest. Op Bijzerak had ik 34 duiven mee, op een stand van tussen de jongen van 5 tot 8 dagen oud. Het liefst speel ik hele koppels, het liefst mijn jaarlingen. Ook nog een gedeelte oude duiven die op de kortere middaglossingen goed hun prijs hebben verdiend. Ik had de wekker om 6 uur gezet, die was niet nodig. Om 5:30 ben ik mijn bed uitgekomen. Daarna heb ik om 6 uur de jonge duiven eruit gegooid. Om nog even een rondje te vliegen. Ik doe altijd s'avonds de Sputnik openzetten, het hok open. Mocht er 's nachts eentje komen, kunnen ze naar binnen. In dit geval had ik dat ook gedaan. En alleen ik had boven het raam dicht gedaan, maar de Sputnik niet dicht. Ik dacht dat een van de jonge duiven de Sputnik ingesprongen was. En dat bleek er dus eentje van Bijzerak te wezen. Om 6:55. Dus dat was een hele verrassing. 36.08.378. Goh, hoe laat kwam ik erachter? Ja, ik heb me eigenlijk niet zo mee bezig gehouden, maar... ik denk dat het toch rond 10:50 was dat het een beetje doorging druppelen van... jongens, het zou wel eens kunnen wezen dat je het eerste nationaal speelt. Dus dat was een hele leuke verrassing. Dit is de winnaar van de eerste Nationaal Bijzerak 2019. Deze jaarling Doffer was zaterdagmorgen om 6:55 op het hok. Het was zijn eerste vroege prijs. Hij heeft wel wat halfbroers en halfzussen die heel goed gevlogen hebben. Het is een niet al te grote, goed gespierde duif. En een wringer. Ik ben zeer tevreden met allebei de organisaties van het organiseren van de vluchten. Ik wil graag, hoop ik nog een paar jaar het spelletje vol kunnen houden zo. Een wens voor de toekomst. Ja, zoals zoveel. Misschien ooit eens een keer in Nationaal Barcelona nog eens een keer winnen. Ach, dat is mijn tweede nationale overwinning, dus joh. Ik geloof niet dat ik er klaar heb. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door vetschreuder Tolizan.